De Renault motor met 440 pk Euro 6C heeft een ventilateur met veel elektronische regeling daarin. En die doet dus alleen zijn werk wanneer dat echt nodig is. En belangrijk is verder dat hij een iets langere onderhoudsinterval heeft. Renault heeft een aantal eigenaardigheden, maar het is toch ook wel heel handig en goed doordacht. Zoals de cruise control, je kiest eerst het soort cruise control met deze prachtige groene knop hier. Dan kies je voor ACC of niet, of gewoon cruise control of voor de speed limiter. Dan zet je vervolgens met dat knopje hier achter het stuur zet je de juiste snelheid. Nou, dat is even zoeken, maar als je weet dan vergeet je hem niet meer. Maar door dan die snelheid, de ingestelde snelheid, door dan bijvoorbeeld op S2 te drukken en je houdt het knopje even vast, dan hoor je een piep en dan is die ingesteld als voorkeursnelheid. Dus nu kun je afwisselen met je snelheid. Ik zak nu bijvoorbeeld naar 75 of 70, ja, omdat er even een kleine obstructie zich voordoet. Dan druk ik vervolgens op die S2 en hij gaat weer keurig naar die ingestelde 85. Op S1 had ik in dit geval 84 staan, maar goed, daar kun je ook 60 van maken of 50. Dus ja, een hele doordachte cruise control. En die is nog slimmer dan je denkt, want hij onthoudt dit ook op je chauffeurskaartje. Dus de volgende keer dat je in een Renault stapt, dan zijn die S1 en S2 zijn al voorgeprogrammeerd, ook al heb je nog nooit met die auto gereden. En dat is gewoon slim. Ja, in onze Big Truck Roadtest slapen we in de trucks. En ja, dat doen jullie tenslotte ook. Dus als je dan toch een vrachtauto wilt testen, dan waarom niet? Hè? Het scheelt de hotelkosten en het vertelt je heel veel meer over de auto. Nu heeft deze Renault dat fantastische bovenbed. En ja, dat is breder dan beneden. Dus ik denk dat ik gewoon boven ga liggen vanavond. Ja, even die dingen waar je dan achter komt als je in zo'n auto gaat slapen, dan denk je van, waar laat ik mijn telefoon op? Waar stop ik dat USB-stekkertje in voor mijn iPhone? Nou, het dashboard heeft geen USB-gaten. Tenminste, ik kan ze niet vinden. De enige die ik heb gezien, die zit hierboven bij de tachograaf. Dat werkt. Als die op contact staat, laat hij ook. Alleen, ja, met dat korte snoertje kun je dus op bed niet even je appjes nog checken. En dat is wel jammer. Een stekkertje in die achterwand, dat zou prachtig zijn. De Renault T440 met een standaard cabine met hoofddak. En deze heeft een 13 liter motor, maar dan met de software van Renault Trucks. Het is een Zweedse motor zoals we allemaal weten. Maar Renault heeft daar zijn eigen kunstje op gedaan qua software met de motor en de versnellingbak. Het is een commercieel motor. En ze zeggen in alle bescheidenheid dat die beter is dan die van
het moederconcern. Nou, dat gaan we dus meemaken. Ik moet zeggen, het stuurt erg prettig. Het is een fijne auto. Uiterlijk is iets bijzonders, het is apart. Maar ja, ik vind het niet leuk, zo gaan. Ik sta hier met Philippe, de sympathieke Franse testchauffeur van deze auto. En ik zeg felicitations avec le membership de Club of 124. Merci beaucoup. De 440 horsepower 13 liter Renault T. Thank you very much. Perfect. Yes.